Zicht op het bos voor elke Surinamer. Dat is het doel voor deze webserie Boesitaki. In deze aflevering gaan wij het hebben over het bos, maar dan met kinderen. In enkele van onze vorige afleveringen waren het consultant Nancy Del Prado en bisschop Karel Juni die zeiden dat we ons moesten richten op de kinderen, want wij volwassenen, tja, un edetranga. Ik hoop dus dat de kinderen zelf een nieuw bewustzijn zullen brengen, omdat ik denk de oudere generatie dat die heel moeilijk te bekeren zijn. Destijds zei ik het ook al. Ik ben het daarmee eens. Ik vind dat wij als volwassenen langer en vaker moeten nadenken over de vraag wat laten wij achter voor onze kinderen, als wij ze überhaupt krijgen. De discussie of het wel of niet verstandig is om kinderen te krijgen in een wereld die steeds warmer wordt, is niet nieuw. Er zijn zelfs wetenschappers die aangeven dat het krijgen van een kind slecht is voor het milieu. Ze hebben uitgerekend dat dit voor net zoveel CO2-uitstoot zorgt als 36 transatlantische vluchten. Dat is 36 keer Paramaribo Amsterdam en terug. Volgens een onderzoek uit 1999 is berekend dat wij in het jaar 2100, dat is al over 80 jaar, met 12 miljard mensen zullen zijn. Dat kan onze aarde echt niet aan, want nu al vragen wij te veel van haar. Deze onderzoekers hebben ook uitgerekend dat het perfecte aantal aardebewoners is 2 miljard. Daarmee willen zij niet aangeven dat er in rap tempo 10 miljard mensen moeten verhuizen. Ze wijzen er alleen op dat we goed moeten nadenken over het aantal kinderen dat wij op deze wereld willen zetten. Lijkt me überhaupt geen slecht advies. Het krijgen van kinderen heeft vaker onder druk gestaan. Zo introduceerde China in 1980 de One Child Policy om de bevolkingsgroei te remmen. Koppels mochten maar één kind krijgen. Wie een tweede kreeg, werd gesanctioneerd met een boete die kon oplopen tot wel $12.000. In 2016 werd dit versoepeld en mocht men twee kinderen, sinds kort zelfs drie. Echter bleek dat die behoefte er niet meer was. Men was gewend geraakt aan die één-kindgezinnen. En meer kinderen betekent ook meer uitgaven. Ik hou ervan om grote mensenproblemen, niet allemaal, voor te leggen aan kinderen. Het feit dat ze minder levenservaring hebben wil niet zeggen dat ze minder slim zijn. Mijn naam is Omar en ik ben 8 jaar oud. Ik ben Melanie en ik ben 9 jaar oud. Mijn naam is Demi en ik ben 9 jaar oud. Ik ben Deen en ik ben 9 jaar oud. Wat is jullie lievelingsdier? Mijn lievelingsdier is een wolf en hij is heel slim en heel schattig. Mijn lievelingsdier is een poes. Omdat ze schattig zijn en ze schuilen hun poep wanneer ze gaan poepen. En mijn lievelingsdieren zijn dolfijnen omdat... Ik vind ze heel erg lief en schattig. Mijn lievelingsdier is een hond, omdat ze zijn schattig en ze zijn voor niks bang. Heel vroeger keken we anders naar het krijgen van kinderen. We wilden er juist heel veel. Het was niet alleen onze religieuze plicht, maar ook onze oudedagsvoorziening. Tevens was geboortebeperking taboe. En kinderen werden gezien als goedkope arbeidskrachten. Kinderen hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan de industriële revolutie. Pas in 1901, toen de leerplicht werd ingevoerd, werd kinderarbeid afgeschaft. Althans, op papier. Zo is 20% van de arbeiders in de Peruaanse goudmijnen tussen de 11 en de 18 jaar oud. En geschat wordt dat in India ongeveer 50 miljoen kinderen gedwongen worden arbeid te verrichten in de landbouw of in de tapijt- of textielindustrie. Onbewust hebben deze kinderen dus ook impact op het milieu en de natuur. Nou kids, vertel, wat weten jullie over de natuur? Ik vind dat de natuur heel mooi is en daar zijn al die bomen zo mooi en heel prachtig. Mm-hmm. En de natuur is voor de meeste dieren, want daar kunnen ze hun rust vinden. Terugkomend op het onderzoek uit 1999. Dat was gebaseerd op de CO2-uitstoot van die tijd.
Sommigen zeggen dat we het opnieuw moeten uitrekenen op basis van de huidige CO2-uitstoot met inachtneming van de ondernomen acties om deze te verminderen. Mogelijk is er dus licht aan het einde van de tunnel. Maar als ik kijk naar hoe we de laatste jaren ontbost hebben en het feit dat de Amazone door grootschalige ontbossing nu zelfs meer CO2-uitstoot dan het opneemt, dan zie ik het somber in. Naar welke site ga je ons brengen deze keer? Nou, ik breng jullie graag terug naar Satelligence, omdat we daar de meest recente data net hebben ontvangen. We zien aardig wat verlies van bos door mijnbouw, zoals je hier ziet op het scherm. Ja. En je ziet het in nogal wat gebieden ook. Hè? Dus het is niet op één plek maar, het is best wel verspreid. Ja. In zowel de gemeenschapsbossen als ook particuliere concessies zien we dus verlies van bos door mijnbouw. Ja. En het gaat dus in dit geval om 111 hectare. Laten we beginnen om te kijken what's going on. We gaan inzoomen. En we zien hier dat het belangrijkste wordt hier gezien als een beschermd gebied waar er 2 hectare vermindering op hebben plaatsgevonden. We gaan even kijken waar is dat dan nou precies. Oh, ja, het is natuurlijk onze vertrouwde en bekende Bronsberg. Ja, het gaat door daar, hè? Ja. Men gaat vrolijk verder met vernietiging van ons natuurpark. Ja. Het is natuurlijk erg triest. Kijk, een van onze grootste problemen in Suriname is niet zozeer dat onze wetten niet toereikend zouden zijn, maar het is de handhaving elke keer. En oh, kijk hem hier, Christian. Okay. Kijk die kaart. Kijk waar er allemaal bosbedekking, vermindering plaatsvindt. Nou, ik wil het nog een keer zeggen, voor jou en voor de kijkers. Dit betekent niet dat er overal ontbost is. Hè? Want let op, ja. We praten altijd over vermindering van bosbedekking. Het betekent dus, het kan ook bijvoorbeeld een bosbrand zijn geweest. Of het kan, laten we zeggen, misschien een aantal kostgrondjes bij elkaar, zodat het ook zo opvalt. Ja. Dus dit is een early warning systeem. Hè? Ja. Dus het is de bedoeling dat wanneer we dit soort dingen zien, dat we dan gaan inzoomen. En dan ook wanneer nodig ter plekke gaan controleren. Hoe zeggen zou je die app ook kunnen inzoomen op die ene in het midden dan? Deze van het Centraal Suriname Natuurreservaat? Ja hoor, dat kan. We gaan hem dan onderzoeken, zoals dat heet. En daar is het blijkbaar dus ook 2 hectare geconstateerd in ieder geval vermindering van de bosbedekking. Dus dan gaan we even kijken. Oep, daar komt hij. Wauw, oké. Okay. Wow. Je ziet dus, we gaan even uitzoomen, zodat we hem een beetje beter kunnen plaatsen. Ja. En dan gaan we de satellietbeelden opvragen. Nou, dit is niet zo makkelijk om te zien wat er daar precies gaande is, Christio. Ja. Zeker ook omdat het juist echt in het midden. En we zien geen wegen eromheen. Dus het is een moeilijke, deze. Kijk, ja. Als je wegen, toegangswegen zou zien, dan zou je daar veel makkelijker conclusies aan kunnen verbinden. Maar hoe dit tot stand is gekomen, dat zou ik je niet zo kunnen vertellen. Het kan zijn, Christio, dat er misschien wat mensen daar bezig zijn. Het kan ook ik zou kunnen zeggen bosbrand, maar ik kan me niet voorstellen. Omdat voor bosbranden heb je toch wel iets nodig. En je ziet altijd groen eromheen. Lijkt me moeilijk. Lijkt me al gezocht. Maar in ieder geval. Het is wel iets dat zorg maakt. Als je één dag de baas was van Suriname. Wat zou je dan doen om de natuur te beschermen? Camera's zetten. Wanneer ze camera's hebben gezet, dan gaan ze kijken. En wat zien ze dan? Al die dieren als ze goed zijn. En als ze niet goed zijn, wat zou je dan doen als je de baas was? Dan zou de dokter bellen en de dieren beter maken. Zou ik al die bomen sluiten met plastic, de foil ding. En dan ijzer. Folie. En dan gaat er een pomp helemaal zo. En dan gaat het. En dan moet je het. En dan gaan een van die mensen zo. Dan gaat het meer groeien. En dan krijgen we meer. En dan hebben we meer.
Dan kunnen we meer inademen. Ik zou verschillende bossen aan laten maken. En zodat bijvoorbeeld als mensen op kamp willen, een soort van bos voor als je naar kamp wil. En voor dieren een bos. En voor jagers een bos. Voor prooidieren een bos waar ze allemaal gewoon in kunnen leven. Ik zou de alle dieren in één plaats zetten. Daar gaan geen mensen komen om die dieren dood te maken. Mijn verhaal, hoe ik bij conservation ben gekomen, stamt af van een opdracht die ik had toen ik consultant was in 2010. Eind 2010 had ik een consultancyopdracht. En tijdens die opdracht kwam ik er dus achter wat er allemaal gaande is. Niet alleen in de wereld, maar ook in Suriname, op het gebied van natuurvernietiging, maar ook op het gebied van klimaatverandering. En ik was dus, toen ik het allemaal zo tot me nam, sprak ik een keertje mijn echtgenote Nathalie. En ik vertelde haar. En ze keek me aan en ze zegt van, wat ga jij eraan doen, John? Ik zei, ja, wat moet ik eraan doen? Ik ben in het bedrijfsleven, ik ben een consultant, ik weet het niet. En ze zei, nou ja, we hebben net een dochter gekregen. Dus ik zou denken dat je er toch misschien een keertje over na moet denken. Of jij iets kan bijdragen. Nou, dat heb ik echt ter harte genomen. En ik heb toen besloten inderdaad om me volledig te richten op het bestrijden van de effecten van klimaatverandering. En dan kom je natuurlijk bij de natuur. Want niks is zo effectief, zeker voor ons in Suriname, als de natuur behouden. Om ons te beschermen tegen de impacten van klimaatverandering. En als je in de auto zit, mag je dan afval uit het raam gooien? Wanneer je gooit dingen, dan lijkt het... Dan gaat het in de rivier. Al die dieren wat drinken van de rivier, zwemmen in de rivier, kan het doodgaan. Maar ik vind eigenlijk dat mensen dat niet moeten doen. Heel veel mensen die doen als beroep dat ze de grond moeten schoonmaken. En dat is soms heel veel werk als je dat dan allemaal op de grond gooit. En dat zou je eigenlijk ook niet zo fijn vinden als jij dat zelf dan moet opruimen. Dus eigenlijk vind je ook medelijden hebben met de mensen die dat moeten opruimen. Okay. En er is ook een birdenbak, dus ja, daar kan je het ook in gooien. Er is een troep op straat gooien. En sommige troep in het rivier waar vissen zwemmen. Dan gaan die vissen dood. Dat houden we niet van. Dat is niet goed en dan gaat alles zo vies worden. En dan gaan andere mensen vuller door. En dan gaat het gewoon niet goed zijn. En dan gaat alles gewoon helemaal vol met troep. Wanneer ik mensen zie troep gooien op straat, gaat ze zeggen om ze oprapen en dat is niet leuk. Ik zou als fijne vrouw, al ga ik in mijn busjes rondrijden op straat en dan kijk wie dat op de grond gooit dan. En dan, ja, dan zeg ik, kom je naar mij mee. Ja, en dan trek ik zo'n vuilnispak aan hun aan en dan zeg ik, oké, ga maar heel dit plein schoonmaken met al die troepjes en dan zie je ook hoe het is als je... Fijn dus man ben dat jullie ook moet opruimen hoeveel werk het is. Ik zou dus vragen waarom ze hebben niet gehouden. Dan zou ik zo weer brengen naar waar ze hebben gegooid. Dan zou ik ze eigenlijk naar de gevangenis sturen, want dat is niet goed. En dan gaan al die vissen, dat gaan al die troepen op water. En dan gaan al die vissen zo dood erdoor gaan, want het is niet goed voor hen. En dan gaan ze niet goed kunnen inademen. Nog steeds is het dagelijks zo dat ik voor mijn kinderen en eventuele kleinkinderen vecht. Vecht om de natuur te behouden. Vecht om hun een kans te geven op een mooi bestaan. Zoals wij die ook hebben gehad met de kreken en de bomen. Ons doel zou moeten zijn dat we onze kinderen, kleinkinderen... ook moeten gunnen om te genieten van de natuur zoals wij dat gedaan hebben. Precies. Zouden jullie zelf ook in het bos willen wonen? Ik zou wonen in de bos omdat ik vind de bos heel mooi. En er zijn nog veel meer bomen. Ja, ik zou niet willen wonen, maar ik zou wel daar zo willen overleven. Want heel veel mensen leven in het bos. En dan wil ik ook eigenlijk zien hoe dat
is zonder bereik, zonder ja, eten, dus ook eten zoeken en zo, eten maken, kampen, dat zouden we ja, willen ja, meemaken, maar niet wonen, dat niet. Oké, Demi, zou jij willen wonen in het bos? Nee. Als wilde dieren daar zijn, gaan ze je zien en wanneer je gaat schuilen, kunnen ze je ook pakken. Oké, Deen, zou jij willen wonen in het bos? Ja, en dan zou ik een groentetent maken. En dan zou ik ook veel dingen om te doen. Ook heel leuk. Ik geloof dat het ons geboorterecht als Surinamer. Dat geloof ik echt. Zoals Amerikanen zeggen, it's their birthright om een beetje to follow the American dream. Ik geloof dat een stuk natuur ons geboorterecht is in Suriname. En dat onze quality of life daar heel groot, heel grotendeels van afhankelijk is. En ik wil dat mijn kinderen een goede quality of life hebben. Dat wil ik, met al mijn hart. En dat betekent, ik moet werken aan die natuur beschermen. Want zonder de natuur, geen Suriname. In ieder geval niet zoals wij die hebben gekend. En dat is wel wat ik voor mijn kinderen wens. Laten we dus goed blijven nadenken over wat voor een wereld wij achterlaten voor onze kinderen. Dat was het weer voor deze keer. De volgende keer is Zwitser weer met heel veel meer. Tot dan.